Mijn naam is Luc Versluis, ik woon in Leuven en ik heb een zwak voor tuinieren en op een dag wilde ik eigenlijk in de kruidtuin, het is niet mooi natuurlijk, wou ik een hosta gaan uitgraven om hier bij mij in de tuin te zetten en toen stootte ik met mijn spade op een steen dacht ik en toen er even daarnaast weer een steen bleek te zitten dacht ik. Hier, ik ben ook een beetje amateur-archeoloog, dacht ik, ik zit hier op de resten van het vroegere klooster. Maar toen bleek het te gaan om beeldjes van de grootte van een kabouter, terracotta beeldjes. En er bleken er een heel aantal te zitten. In totaal zijn er dan er een honderdtal aangetroffen, die blijkbaar, zoals het terracotta leger van keizer Qin, opgesteld stonden in de grond, 100 kabouterbeeldjes die er nogal speciaal uitzagen. Dit is een heel belangrijke vondst. Bij mijn weten zijn er nog nooit 100 kabouters tegelijkertijd opgegraven geweest. We hebben hier te doen met een stabouter, een stadskabouter, in tegenstelling tot de gewone en veel voorkomende tuinkabouter en boskabouter. De plaatselijke variant in Leuven van de stabouter is de tobouter. De wetenschappelijke naam is Nanus urbanus tabacus. De vondst, of het belang van deze vondst, valt niet te overschatten. Ik verwacht dan ook dat binnen afzienbare tijd deze vondst op de lijst van het werelderfgoed van UNESCO wordt geplaatst. We hebben hier verschillende types in kunnen onderscheiden. Het eerste, wat ook helemaal vooraan stond in de groep, was wat wij genoemd hebben een soort grote smurf, een leidersfiguur, een soort burgemeester, die ook wel zeer goed gemutst is, wat getuigt van een optimistische maatschappijvisie. Merkwaardig is ook een figuur die veel weg heeft van Fonske op het Vochtplein, en wij noemen het Louieke. Louieke beschikt over een boek waarop staat Il Principe. En volgens mensen die het kunnen weten, zou dat een boek zijn van een Machiavelli, een Florentijnse auteur die over politieke wetenschappen schreef in de 15e eeuw. Een volgende figuur is iets wat ook typisch verankerd is in de Vlaamse cultuur. Ook in Geraardsbergen, in Brussel kennen we dergelijke figuren die een zekere vorm van vruchtbaarheidssymbool uitbeelden of in elk geval een volkse ongedwongenheid. Iets pompeuzer is de Louis XIV, die fraai aangekleed is met de nodige strikken en krullen en uiteraard een mooie pruik. Hij lijkt te zeggen Louvain, c'est moi. En tenslotte hebben we Louis Napoleon, ook een man die weet wat hij wil en die studenten de bijnaam gegeven hebben Louis Kodak, omdat hij alles wat op zijn territorium gebeurt graag persoonlijk wil waarnemen en vastleggen. Het terracotta leger van de tobouters staat de volgende weken bij mij thuis opgesteld in mijn atelier en is dagelijks te bezichtigen in de Maria Theresia straat 123. Dat is naast het stadskantoor vlakbij het station van Leuven. Dank u.